Reggefeibe, supporter van Excelsior 31 TV. Ja, Koen Vloedgraven, Roda Raalt, Excelsior 31. Het is net afgelopen. Een bekerwedstrijd, de laatste bekerwedstrijd, eindigend in 1-1. Maar er zat veel meer in, of niet? Ja, absoluut. Ik denk eerste helft, voldoende kansen gecreëerd. En dan laat je zelf een beetje liggen. Hier. Komen zij uiteindelijk één keer goed uit met flink wat geluk. Ook de enige keer, dan krijg je meteen voor de kiezen. Dan kom je er wel goed terug via Arie. Goeie actie en goal. Ja, dat is gewoon zonde. Geeft toch wel wat te kennen, hè? Want we hebben heel veel kansen gecreëerd de eerste helft. Ik hoorde net dat we minimaal 8 kansen hebben gehad en Roda Raalte geneemd. Maar daar gaat er toch geen één in. Waar ligt dat aan? Ja, weet ik. Ik ben zelf geen spits, maar het kan een stukje scherpte zijn. Of... Ja, daar kan ik verder niet zo heel veel over oordelen. Maar... Kan misschien ook een beetje geluk zijn wat ontbreekt. Ja. Hoe ging het met jezelf vandaag? Ja, eerste helft vond ik een goede eerste helft. Tweede helft, ja, simpelweg gewoon te vaak balverlies. Moet ik gewoon naar werken. Ja, je speelt nu voor het eerst zeg maar in de hoofdmacht dit seizoen. Je bent 19 jaar, zei je net. En je hebt toch bijna een vaste plaats zo te zien, of niet? Ja, dat is ook hartstikke lekker. Daar ben ik ook erg blij mee. Dat ik die kans heb gekregen. Verder zijn er wel wat blessures. Maar, gewoon vechten voor een plek. En moet zelf laten zien uiteindelijk. Zijn jullie klaar voor de competitie volgende week? Want die begint bij Harkema Maasse Boys uit. Nou, vandaag verwacht ik wel. Roda had ook hoofdklasse. En als je dan ziet, vooral de eerste helft, hoe we onze eigen wil op konden leggen. Nou, daar ben ik wel tevreden over. We hebben alleen de pech dat we weer een aantal blessures hebben begin van het seizoen. Ja, dat moet toch opgevangen worden. En, maar we hebben toch wel een brede selectie om dat op te vangen? Op zich. Ik denk dat er voldoende kwaliteit rondloopt. Nou, dan wens ik je volgende week in ieder geval vast veel succes. En hopen dat je weer in de basis staat volgende week. Hoop ik ook. Dankjewel. Reggefeibe, supporter van Excelsior 31 TV.